Woensdagmiddag klonk er overal in Lottum geratel. Het is geen gekke mondag of Sint Maarten. Nee, het jaarlijkse ratelen staat op het programma. Het ratelen is al van heel lang geleden, wat ik toch begrepen heb. Vroeger gingen de misdienaars herrie maken omdat de klokken voor Pasen naar Rome waren en het heel stil was in het dorp. De misdienaars gingen dan door het dorp met ratels en gingen eieren ophalen. Later waren dat alle jongens van de basisschool. Nog veel later mudden de meiden mij en daarna werd het een keer afgeschaft. Want al die jaren organiseerde basisschool De Bottel het ratelen. Maar daar zagen ze een aantal jaar geleden vanaf. Ik denk dat het iets te maken heeft met verantwoordelijkheid. Vroeger gingen de kinderen zonder begeleiding het dorp in en dan tot echt het uiterste puntje aan het spoor en bijna Ribbenvorst. Wat best wel gevaarlijk was. Later ging er begeleiding mee. We hebben 2 jaar corona gehad, dus was er niks. En vorig jaar, een paar weken voordat het Witte Donderdag was, kwam de melding dat het niet doorging. En dat vonden Mieke, Olga en Nancy ontzettend jammer. En besloten ze de organisatie maar zelf in handen te nemen. Tijdens het rondgaan kunnen de kinderen een zakcentje verdienen. Wij hebben besloten dat we dat in het Lottumse zeg maar aan kinderactiviteiten gaan besteden. En hoe, dat weten we nog niet, maar daar verzinnen we wel wat op, denk ik. Ja. Hebben jullie een specifiek bedrag in gedachten wat jullie graag op zouden willen halen vandaag? Nou, we hebben eigenlijk naar de vorige organisatie niet nagevraagd wat er ooit opgehaald is. We laten ons verrassen omdat we nu ook besloten hebben dit eerste jaar weer alleen binnen de bebouwde kom rond te gaan. Wat gaan jullie doen zo meteen? Ratelen. Waarom gaan jullie ratelen? Omdat het leuk is. Omdat het leuk is? En voor het goede doel. Oké. En voor welk goede doel gaan jullie geld ophalen? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. En nu vonden jullie dit zo leuk dat jullie dachten, weet je wat? Ik offer gewoon mijn vrije woensdagmiddag op om hier geld op te gaan halen. Ja, want dit is al een paar jaar niet meer geweest. Wat vind je ervan? Leuk. Kun je uitleggen wat jullie gaan doen zo meteen? We gaan met ratel rondlopen. En dan ga je voor deur eieren ophalen en ook geld. En dat gaat dan naar het... naar de gemeente van Lottum om bijvoorbeeld trapveldje dingen mooi te maken of andere dingen. En nou, dat denk ik ongeveer. Ja, vind je het leuk om te doen? Ja. Heb je zelf iets in gedachten van een bedrag dat je graag zou willen ophalen hier voor de buurt? Zeker weten 100 euro. En dat gaat denk ik wel lukken. Ja, denk je dat dat gaat lukken? Ja. We gaan nog heel Lottum mee.